De opening van RV Pezen en de Groene Delta is het resultaat van een fortuinlijke samenwerking tussen Stichting Dorpsbelangen Bornebroek, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en XL Business Park Twente. Voorafgaand aan de opening waren er rondleidingen door de Groene Delta en daarvoor bestond veel belangstelling. Voorzitter Jan Bartels van Stichting Dorpsbelangen Bornebroek vertelt over hoe het ervan kwam. We hebben vandaag RV Pezen hier in Bornebroek geopend. En niet alleen RV Pezen? Niet alleen RV Pezen, ook de Groene Delta hier aan de overkant van de doorbraak. In principe zijn dat eigenlijk twee verschillende dingen. RV Pezen is van Cultures Bornebroek in samenwerking met Landschap Overijssel. Cultures Bornebroek heeft daar een beleefcentrum eigenlijk aan deze kant. En Landschap Overijssel heeft een gereedschapdepot aan de andere kant. Nou, 3 jaar geleden was de opening van de doorbraak en toen heeft Henny Kuiphuis aan Stefan Kuks, de watergraaf, een gunst gevraagd. En die gunst was een gereedschapdepot. Toen dacht Stefan Kuks dat hij met een gereedschapkistje wel genoeg had. Uiteindelijk is het heel veel meer geworden, is het echt een heel groot ding geworden. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Zijn we ook heel blij dat het waterschap het zo ruimhartig heeft opgevat en ons een heel mooi gebouw heeft gegeven. We zijn eigenlijk ook heel blij dat zo'n oudere boerderij in Bornebroek in stand gebleven is. Want eigenlijk heeft Bornebroek door het oorlogsgeweld de meeste boerderijen verloren. Dus eigenlijk is het dan mooi dat een boerderij die toch al rond de 100 jaar oud is, is blijven staan. Wat ik daar straks in mijn woord gezegd heb, is dat wij eigenlijk tussen 2000 en 2006 lijnrecht tegenover het XL-park en de overheid stonden bij de ontwikkeling van het XL-park. In 2006, na de beroep bij de Raad van State, hebben wij als Dorpsbelangen besloten om voortaan in overleg te gaan met zowel XL-park als de overheden, waaronder de gemeente Almelo. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. En in feite is vandaag de gezamenlijke opening van van de Groene Delta en van RV Pezen een soort bewijs van dat wij de vrede gesloten hebben. En dat we daardoor samen dus deze opening konden doen. En als bewijs daarvan heb ik daar straks de vredesteen onthuld. Nou, hierbij verklaar ik RV Pezen en de Groene Delta voor geopend.